Ik dacht dat hij vroeg, had je een grote rol? En hij, ik verstond, had een regisseur een grote lul. Sjaak Afmaak. Ze is mama, ze is dierenvriend en ze is een kluns. Althans, dat staat in haar Instagram bio. Maar voor een vette filmrol draait ze haar twee linkerhanden ook niet om. Want ze is een van de beste actrices die we in Nederland hebben. Kijk naar Verliefd op Ibiza, kijk naar Michiel de Ruiter, kijk naar Zwanenburg of Dagboek van een Callgirl. En dan weet je dat ik gelijk heb. Vrienden en vriendinnen, Sanne Langelaar. Dankjewel. Wat een enorm lieve aankondiging. Ik doe er altijd enorm mijn best op om gewoon de mensen met wie ik spreek op hun gemak te stellen. Nou, dat werkt. Dat werkt. Ja, en voor jouw kleine zoon daar ook, zie ik. Want die zit heel relaxed daar bij mama in de draagzak. Die is heel lekker in slaap gedommeld. Nou, hij is hartstikke welkom. Maar mama moet wel even aan de bak, want het werkt als volgt, Sanne. Ik begin een zin. Jij maakt hem af. Roep het in je opkomt. Niet te lang nadenken. Jokers hebben we niet. Passen kan niet. Ben je er klaar voor? Ja. Sjaak Afmaak. Werken met Frank Lammers is echt... gek. Sinds ik moeder ben, ben ik... Slonteriger. Manoeuvreren met een bakfiets, dat is echt... fucking moeilijk. Het allerdomste wat ik ooit heb gedaan, dat is... Een grapje maken tegen een hele knappe, sexy acteur. Ik dacht dat hij vroeg, had je een grote rol? En hij, ik verstond, had een regisseur een grote lul. En toen maakte ik een heel fout grapje en zei ik... nee, maar je kon hem wel van een afstandje ruiken. Maar hij vroeg of ik een grotere rol had. Dus dat was gênant. Toen ik voor het laatst dronken was, ben ik... Op de tramrails gevallen met mijn fiets. Als ik moet kiezen tussen mijn partner en katten, dan kies ik... Dit is onmenselijk, dit is niet te doen. Vroeger zei ik mijn katten, maar nu heb ik zo'n leuke partner dat ik toch zou kiezen voor mijn partner. Oké. Ik hoop niet dat ze het horen. Toen ik met het script van Dagboek van een Callgirl thuis kwam, dacht mijn vriend... Holy shit. En dat heeft hij denk ik ook wel vaak gedacht. Het gekste wat ik ooit heb moeten doen om een rol te krijgen is... Is auditie doen voor Dagboek van een Callgirl met een ex-vriend van mij. De gekste DM die ik ooit heb gekregen was... Iemand die vroeg of ik voor €50 met hem naar de sauna wilde. Het lot van een BN'er. Sjaak Afmaak. Sanne Langelaar, ik wil toch nog even terug naar de auditie van Dagboek van een Callgirl, als je het niet heel erg vindt. Want is dat echt waar dat jij dat hebt moeten doen met een ex van je? Ja, ik wist dat niet. Nee. Ze vragen altijd gewoon een acteur voor tegenspel als je auditie moet doen. Ja. En ik had al heel erg getwijfeld, want het was natuurlijk best wel een pittige rol. En toen ging ik auditie doen en toen zat hij daar aan het tafeltje. En toen dacht ik, nou zal ik je hebben ook. Oh. Maar dan, hoe doe je dat dan? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat is ook heel erg raar. Ik bedoel, de scène zit ook in een serie. Dat is heel grappig. Waarin het gaat over een grote paardenlul. Ja. Heel grappig. Dus ik dacht eerst, mag ik nu naar huis? En toen dacht ik, het is gewoon, ik ga het gebruiken. Je kent mij. Je hebt me misschien wel eens op deze manier gezien. Misschien had ik het veel kuiser gedaan bij iemand die ik niet kende. Dus misschien heeft het je wel gewoon die rol opgeleverd ook uiteindelijk. Ik denk het. Dan nog even terug over die grap tegen die knappe acteur. Ja. Waarvan ik nog steeds geen naam gehoord heb. Dus wie was dat? Die ga ik ook nooit zeggen. Nee, het is echt een A-list. Ja. Het is echt... Maar ja, Nederlands of internationaal ook? Nee, Nederlands. Okay. Nederlands. Het was op een filmfeest, maar het was een Nederlands acteur. Ja, dan heb je... Maar echt wel eentje, een van de grote. Dus ik dacht... Tot slot. Wat heb je geantwoord op die gek die €50 bood om met je naar de sauna te gaan? Niks. Niks. Gewoon keihard geghost. Delete. Ja, ik moet zeggen, soms heb ik echt een neiging om te reageren als iemand me echt helemaal verkeerd begrijpt. Ja. Dan wil ik echt zeggen, nee joh, dit bedoel ik gek. Of wat is het nou voor een stomme reactie? Maar ik denk dat je het daarmee alleen maar voedt. Ja. Dus tegenwoordig doe ik gewoon bij elk negatief of raar ding, doe ik gewoon blok. Hey Sanne, dankjewel voor je tijd. En complimenten voor Sjaki, want die heeft geen kick gegeven. Sjaki is zo'n topper, ik kan niet anders zeggen. Ook al heeft hij krampjes, toch is er nog helemaal zin. Hey Sanne, dankjewel en een fijne dag. Dankjewel. Doeg! Doeg!